Dag kijkers van TDW. Welkom bij een nieuwe video. Een video die ik eigenlijk niet had gehoopt om te maken. Het is een zielige video. Het is een video die... ja... niet had moeten zijn zoals het moeten zijn. Maar helaas moet ik hem dan toch wel maken. En eerlijk gezegd kan ik er niet veel aan doen dat ik deze video moet maken en dat jullie hem moeten kijken. Het is niet anders. Het is namelijk zo dat vandaag, 18 februari 2014, mijn PlayStation 4 geleverd zou worden. En helaas is dat dus niet zo. Maar ja, als je mij kent, dan weet je dat zelfs in het negatieve probeer ik altijd het positieve te vinden. Dus eerst gaan we gewoon lekker chill, relaxed. Want op het moment als je gewoon weer eventjes relaxed gaat, dan... hè? Dan ben je wat minder verdrietig. Want het was even kut. 3 uurtjes zitten beneden, want anders als ik boven zit en ik heb mijn koptelefoon op, met muziek op, dan hoor ik de bel niet. Mis ik mijn PS4. 3 uur beneden gezeten voor geen ene flikker. Totdat je erachter komt dat de fucking irritante TNT pakketservice gewoon geen pakketten bezorgt die een verkeerd adres hebben. Ja, het enige wat fout was mijn straatnaam, dat wist ik al. Maar later zag ik dat die gewijzigd was, of in ieder geval op de track and trace code stond wel mijn goede adres. Dus ik denk, ja, zal wel goed zijn. En ik veranderde niks aan, ik bel niet, ik laat het wel zo zijn. En toen bleek dus dat ze hem geretourneerd hadden. Want ze mogen hem niet verzenden op het moment als er iets niet klopt. Nou ja, de straatnaam klopt niet. Dus ik heb gebeld. Ik heb erachteraan. En toen kreeg ik heel erg leuk te horen van... ja, wij mogen echt absoluut het pakket niet afgeven op het moment als er iets niet komt. Of het klopt. En dat had dan te maken met fraudegevoeligheid. Dus ik... hè? Wat? Ja. Hallo. Hè? Fraudegevoelig wat? Ik... wat? Ik ben gewoon alleen maar... hè? Dus ik zeg tegen haar, ik snap er geen bal van. Ik zeg, ik kan toch gewoon aantonen wie ik ben? Ik zeg, er staat Gio Klinkenberg op. Ik zeg, ik laat mijn ID zien. Gio Klinkenberg. Ik kan je vertellen wat de straatnaam was die erop staat. Welke fout is, waar die heen moet. Kan je de postcodes van beide straten kan ik je geven, geen probleem. Ik kan je vertellen wat er in het pakketje zit. Ik zeg waar die heen moet, ik weet waar die vandaan komt. Ik kan je alles vertellen wat je wil. En dat kon niet. Dus dat is kut. Oké. Even chill. Hè? Ik was even boos. Ik heb eventjes tegen de muur aangeslagen. Zit gelukkig geen gat in de muur. Weer even chill. Relaxed. Alles komt goed. Niet vandaag. Ook niet morgen. Maar ik hoop overmorgen. En als dat zo is, dan ga ik sowieso blij zijn. Oh nee, wacht, dat gaat dan... ja, dan ga ik zo blij zijn! Nee, ik hoop het serieus. Oké, nu eventjes gewoon weer een beetje chill. Lekker normaal. Echt. Het was echt even kut. Echt even kut, maar het is niet anders. De PlayStation 4 die is er nu niet. Ja, dat is best wel jammer, want ik had het wel gehoopt. Maar ja, ik hoop dat die in ieder geval donderdag geleverd wordt. Dan moet ik morgen gaan bellen. Dan gaan ze hem opnieuw versturen en dan ga ik ervan uit dat hij de donderdag is. Als hij de donderdag is, dan ben ik blij, dan ben ik vrolijk. Jongens,
Wat er ook gebeurt, blijf altijd vrolijk, blijf chill. Want weet je, is het niet vandaag, dan gebeurt er morgen wel weer iets goeds. Hè? Ik zeg, later jongens. Dit was trouwens Xbox Gameplay. Campfile.